Anderlecht heeft wat goed te maken straks. Een week na de off-day tegen Dender en 4 dagen voor de terugwedstrijd tegen Fenerbahçe. Brussels is op zoek naar zijn eerste punten van het seizoen. FC Brussels kon nog nooit wat rapen hier in het Constant van ons Stokstadion. Het kon hier zelfs nog nooit scoren. Gillette is blijven liggen. Hij geeft meteen aan dat hij gewisseld moet worden. Wasilewski, wat een ruimte. We moeten wonen, dat gaat dichtlopen. En er zit een goede voorzet. En dan is daar de eerste goal. En is het Cyril Terreault. Jawel. De eerste keer in de basis. En meteen zijn goal na een kwartier. Het zal hem deugd doen. Cyril Terreault, de man die zocht naar zijn vertrouwen. En bij de eerste de beste goede voorzet kopt hij hem binnen. Zwaar dan met z'n tweeën. Wat een ruimte. Het is 1-0. Ja, wat een ruimte voor Wasilewski. Dat moet je zeggen, goed aangesneden voorzet. Ik vrees dat Brussel de wedstrijd niet met z'n 11 gaat beëindigen. Moest Anderlecht wachten tot 78e minuut voor die bevrijdende goal. Benieuwd wat er vandaag gebeurt. Hassan. Wasilewski kan zomaar vrij inkoppen. En op 2 minuten tijd is de wedstrijd beslist, zou je dan zeggen. 2-0. Dan laten we vooral de wedstrijd van Dender niet vergeten. Wasilewski. Een assist en nu een goal. Dus het is de 4e goal voor Anderlecht en alle 4 met het hoofd. Boussouf achter de bal bij deze vrije trap. Lucas Bilja mag het eens proberen. Bilja over de muur. Maar Nijs voorkomt dat hij nog eens scoort. Maakte vorig seizoen hier tegen Brussel zijn eerste van het seizoen. Zijn eerste ooit voor Anderlecht. Van op de stip. Hier dichtbij zijn tweede. Ja, mooi. Perfecte trap, maar schitterende redding van Nijs. Hassan. Wil het zelf doen. Hassan. Nou, er was er veel volk van Brussel terug. Maar Anderlecht krijgt misschien nog een tweede kans. Bilja. Hier is Pollak. Tijd voor het schot. Pollak. En Patrick Nijs houdt het bij 2-0. Lutula. Het steun van Obona. En heeft Fort voor de goal. Lutula. Heeft een goede actie in huis. En verrast hier bijna Sitka. Die bal uit de lat. Hij gaat maar net voorlangs. De Lutula die kan aardig dribbelen. Dat heeft hij in deze wedstrijd al laten zien. Ja, hij heeft inderdaad, zoals eerder gezegd, een enorme korte haakbeweging. Waardoor hij was les kwijtschakeld en dan... Nog de Vlaanderen. Pareja en Hassan. Pollak. Dat loopt goed af. Hassan. Terreault vraagt hem in de ruimte. Hassan alleen nog voor de bal. Dit is wel een goede paas en een goede loopbeweging van Bilja. Die wil hij bij Nijs lobben. Nijs kan net op tijd op zijn stappen terugkeren om die 3-0 te voorkomen. Maar prachtige counter. Eindelijk nog eens, zou ik zeggen, een flits van Anderlecht en van Lucas Bilja. Eigenlijk zien we de actie net iets te laat, maar wat een overzicht eigenlijk van Bilja. Lejar, Lejar, ja. En Lejar scoort zowaar. En dan krijgen we toch nog wat opwinding in de allerlaatste seconde van de wedstrijd. Jonathan Lejar. En hij is er blij mee met die goal. Scoorde ook al op 31e speeldag vorig seizoen tegen Roeselaren. Tien hier met de medewerking van Patrick Nijs. Patrick Nijs heeft eigenlijk al een beetje geluk met de controle en dan ja. Een beetje een wanopsporing en Nijs had de bal toch altijd moeten hebben. Misschien is zelfs een voorzet, ik weet het eigenlijk niet. Het is zijn 4e goal in de Belgische competitie. In 33 wedstrijden, dat is een aardig gemiddelde voor een supersub als hij. En zo krijgen we dan toch nog 3-0. En de enige constante is dat Brussels weer naar huis moet na een derby hier in het Van den Stokstadion met 0 punten. En dat ze weer niet hebben gescoord. En dat Anderlecht weer heeft gewonnen. 4 zegens op rij tegen dit FC Brussels.